dit is de Dimango Show. Dames en heren thuis, dit is weer een nieuwe aflevering van Dimango Show. Mijn naam is Dario Dimango, dat is geen toeval natuurlijk. Ik heb echt een hele leuke verrassing voor jullie, want ik heb één van mijn favoriete comedians heb ik uitgenodigd. Ik vind hem zelf bijzonder grappig. Hij is vast lid en volgens mij ook oprichter van Comedy House. Althans, hij is daar wel, heeft daar wel erg veel mee te maken. Dat is één van de grootste comedyclubs van Nederland in Utrecht. Ik heb het uiteraard over Patrick Nijen. Dankjewel. Dankjewel. Ja, toch? Dankjewel. Ja, dat komt toch wel een beetje, die omschrijving? Of, ja, jawel, zeker. Ergens wel. Ja, ja. Ja, zeker wel. Ook zeg maar dat het een van de grootste comedyclubs is van Nederland, dat klopt ook wel. Hangt een beetje vanaf hoe... Ja, dat denk ik wel eigenlijk, ja. Ja, toch? Ja, want jullie doen ook de Utrechtse Comedy Festival en... Zeker, maar dat is natuurlijk niet... Dan ben je niet direct noodzakelijkerwijs een comedyclub natuurlijk. Nee, maar goed... Dat maar is... omdat we in de 3 keer in de week show hebben daar, dat maak je een comedyclub. Ja. Comedyhuis.nl, Cargador. De Cargador, ja. De Cargador, het is altijd leuk. Altijd leuk. Utrecht blijkt een hele goede comedystad te zijn. Is dat zo? Wat zijn de beste comedysteden, als we het er toch over hebben? Nou, Utrecht dus. Heeft een hele leuke scene. En Tilburg, en Sittard, Geleen. Nee. Harderwijk. Harderwijk heeft een enorm bloeiende comedy. Dus, maar nu zit je gewoon Amsterdam en Rotterdam zit je te ontwijken nu. Nee, die komen beneden op de lijst. Ja, maar merk je eigenlijk ook gewoon zeg maar, dat er per stad of per provincie, dat je ook andere vormen van humor hebt? Of? Ja, nee, denk ik niet. Nee? Denk je wel? Weet ik niet. Maar jij speelt natuurlijk, jij mag alleen maar in Amsterdam spelen natuurlijk. Ik mag de stadsgrenzen niet uit. Nee, precies. Oké, helder. Nee, klopt. Nee, daarbuiten is het ook, dat hebben mensen ook echt wel van humor gehoord. En er wordt ook best wel gelachen. Jawel. Ook buiten de ring? Gewoon, Zeker, ja. Er wordt ook echt gelachen. Het is niet dat mensen daar de hele dag helemaal zwijgend vooruit zitten te wachten totdat er weer iets leuks uit de Randstad komt. Maar maar leuk. Inderdaad, leuk. Dank je. Heb je nu al van mij? Ja. Nou, daar ben ik het mee eens. Ik vind het zo bijzonder grappig. Maar... Ja, en ik wil je absoluut niet tegenspreken daarin, maar ik geef je volkomen gelijk. Kijk. Dat weet je. Je bent goed afgericht. Ja. Maar je bent, ik weet dat jij ook... wat ik ook geweldig aan jouw vorm van jouw stijl van comedy vind, is dat jij heel erg gewoon off the cuff bent, weet je. Je kan heel snel, weet je, daar... Off the cuff? Ja, voor de mensen, niet voor mij hoor, maar gewoon off the cuff. Dat is zeg maar gewoon dat je meteen kan improviseren. Dat je meteen zeg maar gewoon als je doet heel veel MC-werk, hè, dus dan, en dan ben je heel snel, je kan heel makkelijk ook gewoon schakelen als je met publiek praat. Ja. En is dat iets wat jij eigen is, of is dat echt iets wat je hebt moeten leren? Ja, inderdaad. Ja, hè? Ja. Toch wel, hè? Ja. Goeie vraag. Ja, leuk. Toch? Ja, super goede vraag. Ja, nou, lekker antwoord ook. Ja, ja. Ik denk dat een wel overwogen mix van beide is, vermoed ik. Want hoe lang ben je nu wel bezig met comedy? Even kijken, ik denk een jaartje of 16. 16 alweer, ja. 16 jaar, ja. Ja. En dus dan zou je zeggen, dan mag het ook wel een keer. Dus eigenlijk gaan, zeg maar, volgens de Nederlandse wetgeving mag jouw comedy dus nu gaan drinken. Daar zeg je zo wat. Ja. Zo had ik nog niet eens bekeken. Nee, daarom. Kan je nagaan. Ja. Maar nog 2 jaar wachten en je mag met je comedy naar bed? Nou, ik kan niet wachten. Ik kan echt niet wachten. Soms is het namelijk echt best wel vieze comedy. Dat weet je ook wel. Het is de Dimango Show. Ja, hoe zou je je comedy eigenlijk omschrijven? Ja. Nou, heel goed eigenlijk. Ja, best wel goed. Ja. Ja. Misschien licht absurdistisch. Ja. Zou kunnen her en der. Maar wel altijd heel toch een soort van respectvol en geestig. Respectvol, ja. Dus heb jij niet het gevoel dat jij soms mensen beledigt? Ja, kijk, collateral damage. Ik ga niet meer, want ook maar met gestrekt been erin op mensen of zo, ja. Of groepen. Of op de persoon. Nee, dat is niet mijn stijl. Dat wil niet zeggen dat ik het niet leuk vind of dat het niet mag. Maar het is niet jouw stijl. Het is niet waar jij je prettig bij voelt. Maar als je dat ziet gebeuren, dan heb je ook niet zo van... Hou op jongens, dit hoort er niet bij.
Ja, als er gelachen wordt, dan is het goed, toch? Ja, dat is waar. Wie ben ik dan om er wel of niet iets van te vinden? Dus als men het leuk vindt, dan is het gewoon leuk, klaar. Is dat eigenlijk enige maatregel voor, hoe heet het? Maatregel, ja. Dat moet tegen dat soort dingen. Het moet leuk zijn. Het moet gewoon, ja, maar daarom, dat is zeg maar gewoon, dan, binnen de lach mag eigenlijk alles dus gewoon. Als er maar gelachen wordt, dan is het in principe okay. Wel, ja. Dat ben ik best wel, wel vrij in. Ja, ik vind dat het wel mag. Maar dan heb je toch ook gewoon mensen in zeg maar steden als Rotterdam, die zullen toch ook, als jij zeg maar in een of andere achterstandsbuurt zit, dan moet je toch ook die lachen om andere dingen dan weer in mensen in Galeen, neem ik aan. Dus... Ja, maar nou zet je in principe geografische verschillen inmiddels. Andere problematiek, want je hebt het ook heel specifiek over een achterstandswijk. Ik vind het direct, het wordt een beetje verwarrend, hè? Al die informatie, waar zit ik? Zit ik in Geleen? Waar zit ik in Geleen? Ik weet niet. Maar zit ik aan de Villa-wijk? Speel ik daar voor op de hockeyclub? Er zijn meerdere verschillen dan. Maar dan heb je een heel specifiek homogene groep. Normaal gesproken een open comedy show waar mensen gewoon naartoe gaan. Uit vrije wil, zeg maar. Niet omdat er nooit... Die gewoon, zoals in Utrecht bijvoorbeeld, dan een hele leuke comedyclub is. Weet je ja. Leuk, superleuk. We kan gedoor, toch? Superleuk, superleuk. Ja, kom binnenkort kijken. Nee, wacht even. Maar dus dan komen mensen uit vrije wil gewoon naar een comedy show. Ja. En dan heb je een divers publiek. Ga je naar Pinpoint op, een achterstandswijk of zo, dan heb je een heel ander publiek. De mensen die daar in het buurtcentrum komen om daar... Pas jij je comedy aan af en toe aan het publiek? Of, zeker, tuurlijk. Ja. Ja. Dat lijkt me wel. En dat is, dat is zeg maar iets wat je door ervaring hebt geleerd? Of ben je flink op je bek gegaan in het proces? Ja. Ja. Dat is het antwoord op die drie vragen, denk ik. Ja, dus ik denk dat het drie vragen waren, dus ja. Ja. Maar inderdaad, je leert toch gaandeweg het traject. Kun je een leuk voorbeeld opnoemen van het moment dat het niet zo soepel verliep? Maar zijn het dan omdat het niet soepel verliep wegens... Kijk, er is een aantal redenen waarom... Je moet heel expliciet zijn bij jou, hè? Nee, maar waarom een optreden... Er is bij een hockeyclub in Geleen. Goed. Ik wil gewoon weten waar we over praten. Nee, dat is duidelijk. Nou ja, ik bedoel, stel voor een hockeyclub... Maar in ieder geval waar we over hebben is zeg maar dat jij... Of gewoon zeg maar dat je gewoon compleet geboomd hebt en door omstandigheden. Geboomd is voor de mensen thuis, hè? Niet voor mij. Bomen is voor een comedian als hij gewoon eigenlijk een beetje afgaat op podium en dat er niet gelachen wordt en dat die hele set niet werkt. Nou snap ik waarom ik die term niet ken, want ik had dat nog nooit gehoord. dat is niet helemaal waar, want ik heb eens een keer een paar jaar geleden ook met jou gespeeld en ik vond het toen zo grappig, toen kwam je podium op. Je had er niet zo heel veel zin in, volgens mij. Dat klinkt wel inderdaad. regulier optreden en voor mij. Toen begon jij zeg maar gewoon ongeveer 5 minuten lang je eigen naam te roepen. Zo. Patrick Meijer! Ratatatata! Ja, zeker. In the house. Yes. Comedy. Mensen stonden daar met open mond te kijken. En ik lag helemaal dubbel van. Ja, heerlijk. Ja. Dus licht absurdistisch, als je het dan zou willen omschrijven inderdaad. Ja. Heb je dat altijd, is dat zeg maar ook gewoon, ben je ook, toen je opgroeide of toen je de comedywereld in wilde gaan, waren jouw idolen ook gewoon comedians die absurdistisch waren? Dat denk ik wel, jawel. Ja? Ik ben een groot Herman Finkes liefhebber, die vind ik wel redelijk absurdistisch toch? Ja. Veel met taal. Ja, vrij talig, melig. Heel melig inderdaad. Ja, melig. Dat vind ik, daar kan ik wel van genieten. Is dat ook een beetje woordgrappen en dergelijke? Zou je dat ook een beetje jouw kunst noemen? Maar je hebt me toch wel zien spelen. Ja, maar ik bedoel, ik kan toch niet... Wat ik weet, moeten mensen toch ook... Kom een keer naar een show dan. Dus ik zou zeggen, Utrecht heb je een hele leuke. Was dat al? Utrecht, toch? Ja. Wacht even. Cargador? Cargador, ja. Comedyhuis, hè? Was dat al? Ja, tuurlijk. De Mango Show. Hoe is het in Comedyhuis? Ik bedoel, er is een beetje ook onrust geweest, hè? Met het vertrek van een van jullie leden. Ja. Is dat een beetje bekaaid allemaal? Dat gaat op zich goed hoor. Het zijn nooit leuke beslissingen, maar soms lopen dingen zoals ze lopen. Ja. En dan moet je daarna maar verder dealen met situaties zoals die daar ligt. En ik denk dat we dat heel goed doen. Ja.
En dat is zeg maar, zijn alle partijen daar nu wel gewoon tevreden over? Ik kan maar voor een van de partijen spreken. En deze, de andere partijen, weet ik denk dat, dat daar misschien wel wat boosheid zit. Maar ja, maar goed. Lijkt me ook terecht. En nou goed, dingen lopen zoals ze lopen soms. Ja, nou ja, dat is het leven inderdaad. Ik had er net ook al over gehad, al eerder, gewoon met iemand anders. Dat er ook iets speelde, wat ik heb opgevangen. Dat de mensen zeg maar gewoon zeggen dat er een... Dat er een beetje, hoe heet het, seksuele, weet je, dat er een aantal vrouwen zijn in de comedywereld die zeggen dat, dat er ja, onheuse seksuele dingen gebeuren in de comedywereld. Heb je daar ooit iets van meegekregen? Waarom ben ik daar niet voor benaderd, voor die onheuse seksuele dingen? Wat gaat er rond zonder dat ik daar vanaf weet? Wat? Maar daar weet je, nee, daarom. Kutje, dus, ja. Nee, daarom. Het was niet zeg maar gewoon een open oproep of zo. Was van, denk dat ik, dan heb ik die vergadering gemist, denk ik. Ja, jammer, hè? Ik kon toen niet, maar nee, ik zou er niet... Ja, het lijkt me wel, toch? Ik zou me schamen als kom in die wereld. Als we niet onheuse seksuele, dan betekent dat je gewoon weet, iedere bevolkings... Iedere, hoe noem je dat, werkgroep, mensen die een bepaalde, bij elkaar, daar gebeuren toch seksuele dingen, al dan niet onheus. Ja. Nou ja, goed, dus eigenlijk is het gewoon een mini-kosmos, comedywereld, alles wat er zeg maar in de maatschappij gebeurt, dat gebeurt dus ook gewoon in de comedywereld. Nou ja, behalve dat in de comedywereld zijn veel minder vrouwen, dus ja. Het aantal mannen dat zich op die ene arme hetero, want het zijn best wel een aantal vrouwen, maar nou zijn er maar een paar hetero, die zich dan met z'n allen op die paar hetero vrouwen storten, ja. Ja, ja, ja. Snap je? Ja. Snap je wat ik... Hè? Ik begrijp wat je zegt, ja zeker. Wel gek inderdaad. Er zijn inderdaad veel minder vrouwen in de comedywereld. Waar denk jij dat het komt? Nou, omdat dat heel lange vrouwen gewoon geen comedy mochten doen. En dat, niet mochten doen? Nee. Van mij niet. Maar ik ben milder geworden. Nee, ja. Omdat het... dat is een ander grappig aspectje. Van die weinige vrouwen die dan uiteindelijk nog wel comedy doen, is dus best wel een heel groot percentage dan weer homoseksueel. Ja, klopt, ja. Ja. Ik ken heel weinig heteroseksuele grappige vrouwen. Ja. Dus misschien heb je als vrouw, je moet twee stappen nemen. Kijk, als man ben je gewoon grappig. Mm. Snap je? Ja, dat is standaard. Helder. Niks aan. Maar dus als vrouw moet je dus twee stappen nemen. Je moet eerst dus al vrouw zijn en dan nog grappig. Maar dan moet je daarbij ook nog eens homoseksueel zijn. Want anders kan je dus niet een succesvol kabinet worden. Dat zijn twee dingen die je moet aanvinken. Voordat je, ja. Dus dit is dus gewoon heel lastig voor vrouwen. En dat vind ik jammer. Ja. Nou ja, goed. Dus daarom, dus jij, eigenlijk jouw advies is ook gewoon voor vrouwen, heteroseksuele vrouwen, dat ze gewoon eerst even die de podium op willen betreden. Maar ze moeten eerst met een vrouw naar bed gaan, in ieder geval. Om voor je comedy carrière is dat niet slecht, in ieder geval. Ja, dat, hoe ging dat spreken? Ik word ook weer eerst scharen en dan, wat was het? En dan de comedy klaren? Wat was die spreekwoord? Ik weet even niet meer. Je zei dat net. Nee, het hangt boven mijn toilet in een tegeltje. Goed, zie jij bijvoorbeeld, wat jij zegt al, 3 shows per week, hè? Heb je, hoe heet het ook, die club Utrecht, toch? Utrecht? Is in Utrecht een comedyclub? De Cargador? Daar heb ik nog nooit van gehoord. Ik weet niet wat je zegt, sorry. In Utrecht is er een comedyclub. Klopt, dat schijnt te zijn. Er worden 3 shows per week gegeven, waar jij ook gewoon wel vaker gewoon aanwezig bent. Zie jij nu echt al gewoon telkens groter talent langskomen en dat je echt ziet van, wauw, dat groeit in Nederland? Ja, zeker. Ja? Ja, zeker. De comedy is er. Ik denk dat het ook deels komt doordat het wat langer aanwezig is. Mensen zijn er al gewend, mensen weten wat comedy is. Het is wat meer geaccepteerd. Plus een andere belangrijke factor, meer geld in de economie. Het is gewoon weer ruimte voor bijzaken, denk ik. Voor het publiek? Voor het publiek om er naartoe te gaan. We merken het heel erg vanuit het comedyhuis. Dus geven ook cursussen. En je ziet gewoon dat het worden steeds meer mensen die stand-up ook een keertje willen doen. Ja. En een aantal daarvan groeit weer door en wil toch uiteindelijk ook nog wel weer stand-up comedian worden. Ja, en van hoeveel van alle mensen die een poging wagen om comedy te gaan doen, wat is het percentage, denk jij, dat uiteindelijk gewoon volhoudt? Ja, niet zo groot. Nee, hè? Nee. Maar dat is ook wel weer goed, want het zou ontzettend frustrerend zijn dat als je dan lang bezig bent en dan komen gasten die het gewoon 3 weken doen op hun Facebook zetten, ik ben comedian en dan daarna volgen. Ja, dat zou heel makkelijk zijn natuurlijk. Maar ja, ik moet zeggen dat de meeste mensen die eenmaal een open podium hebben gedaan, die zetten wel meteen een foto van op ja, Facebook nee, met direct. Een microfoon. Ja, en, werk bij comedian. Ja,
Wat vind jij daarvan? Nou, zeg maar van iemand oude rot in het vak. Weet prima. Je? Ik bedoel, voor 16 jaar zit je, doe je al comedy. En dan zie je gewoon, broekies die eigenlijk gewoon meteen al gewoon denken dat ze wijsheid in pacht hebben. Ja, prima toch? Heerlijk. Ja? Ja, zeker. Dus zeg maar, je bent gewoon zeg maar, zo van, ja, flying monkeys. Zo van, ga maar jongens. Ja, ja, nou ja, je moet ze loslaten. Hè? Dat is eigenlijk, als een mand witte duiven laat ik dan comedians zo los. En dan ja, afgeknald. Maar een paar die dan blijven vliegen, die, en dan zie je ze gaan. En dat is zo mooi, dat moment. Dat, ja. Aan de ja. Gaan, het is gewoon een heel pijnlijk proces, toch denk ik. Zeker in het begin. Later dan word je wat beter, wat meer ervaring, wat meer vertrouwen. Dan speel je wat makkelijker. Maar in het begin, nou ja, je weet zelf, dat doet gewoon pijn. Je gaat gewoon een paar keer dood. En er zijn mensen die kunnen dat niet goed aan. Die vinden dat heel vervelend. Want het is heel vervelend. Want het is eens, als het goed is en je doet met je eigen materiaal, dan ja. Ja, dan moet je dan een beetje masochistisch zijn? Wat is namelijk... Ja, je kan ook gewoon goede comedy schrijven natuurlijk. Nou ja, maar kijk, niemand die net start... Die kan een avond en kan een publiek onder de duim houden. Nee, klopt. Dus ik bedoel, je gaat sowieso een paar keer op je bek. Ja. Ik bedoel, weet je, dat is meestal het moment voor heel veel mensen die dat proberen, is ook het moment om dan af te haken. Ja. Dus moet je eigenlijk ook gewoon een beetje een lage zelfdunk hebben of zo al, weet je? Nou ja, of juist een hele hoge. Want dan maakt die klap maakt dan niet zo uit. Ja. Of een heel groot bord voor je kop. Dat is ook, ik zie ook mensen wat van het podium aflopen en dan die daarna op Facebook plaatsen dat ze ontzettend hebben lopen rocken. Echt, de tent ging op zijn kop. En dan dat je van, hé, maar ik was toch in dezelfde show, of niet? Ja. Als dit heel erg rocken is, dan, okay, dan ben ik benieuwd als het een keertje wel goed gaat. De Mango Show! In Amerika hoor je veel comedians klagen over dat het een beetje politiek correctheid, weet je, dat het een beetje doorslaat. En dat mensen het gevoel hebben dat ze niet meer gewoon overal de grove grappen kunnen maken. Is dat een tendens dat in Nederland ook bestaat? Nou, dat denk ik eigenlijk niet. Denk ik eigenlijk niet. Nee? Nederland kent al een net wat. Ja, dat is een beetje gek. Amerika is natuurlijk in principe het land van de vrije meningsuiting. Ook volledig. Dat je dan daar dingen niet mag zeggen. Het blijft een beetje een spanningsveld. Ik weet niet hoe het in Nederland zit eigenlijk. Nou ja, maar... Ik heb het gevoel niet zozeer. Niet. Dus dat wel gewoon alles op het podium gezegd kan worden. Zonder dat het consequenties heeft. Ja, in zekere zin. Het moet een beetje legitiem zijn, vind ik altijd. Kijk, als jij hele, hele grove kankergrappen hebt, vind ik dat in principe akkoord. Mits jij zelf aantoonbaar voor mij of de ziekte hebt gehad of had. Of dat je je halve familie daardoor, snap je? Dan heb je een beetje... Dan heb je de draagvlak, zeg maar. Dus als ik zeg maar een hele harde kankergrap wil maken, dan moet ik mijn hoofd eerst kaal scheren. Ja, en jou verkopen dat het niet zo goed met me gaat. Dat, bij mij is het bijna wel, ja. Bijna wel. Nou ja, maar dat moet ergens, vind ik altijd wel fijn als het een beetje legitiem is. Ja. Oh, dus, volgens jouw theorie, of volgens jouw mening dan, zou elke grap ook een vorm van waarheid moeten hebben? Ja, dat is lastig, want ik ben natuurlijk ik ben dol op absurdistische comedy. Dus, ja, exact. En natuurlijk bevat die wel een waarheid, maar alleen binnen zichzelf, niet daarbuiten. Ik vind namelijk gewoon dat een goede grap is een goede grap. En dan, zeker. Ik bedoel, kijk... ik vind heel vaak, je moet wel, als je inderdaad zo'n grap maakt over een afschuwelijk onderwerp, dan moet je wel erg goed verkopen. Weet je, ben ik van mening. Het mag wel kunnen, maar... Ja, maar je moet er wel goed kijken. De kans bestaat gewoon dat het publiek je daarna haat. Ja. Dan ben je eigenlijk wel klaar voor die set in ieder geval. Dat is een keuze, hè. Sommige dingen. Ja, je hoeft niet iedere grap te maken, hè. Ook al zou het wel moeten kunnen. Ja. Ja, maar ja. Nou ja, ik bedoel, je moet ook niet vergeten dat je bent ook voor de vermaak van het publiek. Dus weet je, ik bedoel... Ja, niet vergeten, dat is waarom je er bent. Hè, in principe. Zeg maar, niet omdat jij zo nodig je verhaal hebt, maar dat zij vermaakt willen worden, toch? Nou ja, ik bedoel, als jij zeg maar gewoon, ik wil niet belemmerd worden in mijn kunstvorm en ik wil gewoon de grove grappen maken en ongeacht wat het publiek daarvan vindt. Iedereen moet dat vooral doen hoor. Ik kan daar enorm van genieten. Maar als ik voor mezelf kijk, dan het is gewoon niet helemaal mijn stijl. Zeg maar ik geniet enorm van de Donald Olies van deze wereld. Ja. Ik mag het graag zien. Misschien om de verkeerde redenen, maar ik mag het graag zien. Ja. Nou ja, Donald Olies is dus, ik zal het meteen even vertellen. Donald Olies is een comedian die altijd opent met dus ik schopte mijn vrouw in haar kut.
Ja. Bam, dat is meteen zijn openingszin. Dus dan weet je ook meteen wat je aan hem hebt voor de rest van zijn set. Tot zover het sympathieke gedeelte. Ja, prachtig is dat. Ja, maar ja, snap je, iedereen moet. Het is een vrij land. Maar ja. Nogmaals, als mensen erom lachen, dan is het denk ik oké. Okay. Ben jij iemand die als jij jezelf terugkijkt, want dat je dan kritisch bent op jezelf? Of, ja. Ja? Ja, zeker. Ik ben wel echt een mierenneuker wat dat betreft. Ja, qua comedy. En dat je dan, dan pak je het ook heel anders aan de volgende keer dan. Of zijn er van die valkuilen waar je altijd wel gewoon invalt, omdat dat je persoonlijkheid is wat je niet meer kan veranderen? Ja. Ja, dat is wel een hele goede vraag inderdaad. Ja, man. Ik weet niet of dat de persoonlijkheid is. Ik weet ook niet of het materiaal is. Ik denk dat het is gewoon een ongoing proces. Zeg maar. Je bent gewoon continu bezig met ofwel materiaal scheppen, ofwel het herscheppen van het bestaande materiaal. Ja. En dat blijft maar doorgaan. En soms inderdaad de... Ik vind twee dingen leuk aan comedy. Dat is het moment als je weet, je kijkt naar die zaal, je bent aan het praten en je weet op het moment dat ik aan het einde van deze zin ben, dan gaan jullie allemaal keihard lachen. Ja, dat is een heerlijk moment. Maar ik vind het ook lekker als je zinnen hebt die je nog niet eerder naar buiten hebt, dus gewoon voor de eerste keer. Omdat ik ben gewoon iedere keer weer zenuwachtig, omdat ik denk, ja kutje, nou ik hoop maar dat het leuk is. Ja, ja, ja. Ja. Die twee momenten vind ik heerlijk. Ja, zeg maar, dus dat behoudt het ook altijd spannend, omdat je, weet je, ik bedoel, met nieuw materiaal. Ja. Is het altijd gewoon, dus je bent zelfs iemand die 16 jaar al gewoon in het vak zit, heeft nog steeds gewoon nog de spannende momenten, omdat hij een nieuwe bit uitprobeert. Ja. Ja, maar... Ja, dat is toch wel... het is heel persoonlijk, hè, toch ergens. Zelfs ook al doe je absurdistische dingen die niet zozeer in je... Het blijft wel iets dat jij verzonnen hebt. Hè. Dus een afwijzing daarvan is wel dat je denkt, oké. Okay. Zijn er dan ook dingen die jij dan geweldig goed gevonden en leuk hebt, dat jij denkt, nou, dit werkt als een tiet gewoon. En dat je dan optreedt en het werkt gewoon niet. Dat je echt denkt, van, nou, jullie hebben er helemaal geen verstand van, stel je kutpubliek. Ja, nee, niet zo vaak, gek genoeg. Nee, het valt daar ook wel mee. Meestal, soms gaat het niet zo goed als ik had gedacht, maar dan er zit wel wat in, maar het moet even wat geherformuleerd worden. Misschien even iets andere insteek. Maar echt heel erg niet lachen. Nou, meestal niet. Nee. Ja, oké. Dus daar eigenlijk, dus die nervositeit is ook wel nergens op gebaseerd dan, want je weet toch wel wat werkt en wat niet werkt. Ja, in zekere zin. Toch de kans bestaat gewoon dat ze het echt niet leuk vinden. Die Mango Show! Ja, zie je jezelf niet echt als een renaissance man? Ik ben een renaissance man. Ja, dat betekent toch dat je met de tijd meegaat? Een beetje, dat de renaissance is toch heel lang geleden? Dat is waar, ja. Ik heb misschien een ander woord voor... zeg maar een metroman, nee. Me Too man, ik ben echt een Me Too man. Ja, dat is ook niet goed. Nee, dat is ook niet goed. Nee. Wat hangt er vanaf? Ben je daar voorstander of tegenstander? Ik ook niet. Ja, ik was altijd in de veronderstelling dat Me Too ik ook tekenen. Ja, dus dat maakt het gewoon lastig. Nee, dat is in ieder geval dat je gewoon toegelaten wordt, weet je. Ik hoor ook bij de Me Too, weet je. Ja. Ik voelde me ook heel erg buitengesloten in de organisatie. Misschien moeten wij mannen ook maar gewoon een soort club waar met z'n allen dan samenkomen en praten over de dingen die ons is aangenaam. Nou, dat heet het COC. Ah ja, kijk. Is dat leuk? Leuk. Geef elk jaar geven ze ook een leuke boottocht. Ja. Dat leuk, is hartstikke leuk. Dat is een soort bedrijfsuitje is dat. Wat vind jij dan van de Amsterdamse comedy scene? Want ik bedoel, ja, dat is inderdaad de Toemler en Comedy Café. Dat zijn de twee gasten. Je hebt daar ook eentje in Utrecht zitten. Maar Utrecht? In comedy, hè? Ja, volgens mij toch eentje. Nou, dan moeten we straks even over... Vertel me daar alles over, man. Voor die mensen niet interessant, toch comedyhuizen, laten we wel wezen. Wat? Utrecht? Nee, maar wat vind jij eigenlijk gewoon van de huidige comedy scene, de Amsterdamse scene dan? Ja, nee, precies. Inderdaad. Nou, ja, dat zeg je eigenlijk al aan wat ik ook al zei. Dus je maakt een beetje het gras voor de voeten weg. Met deze prachtige woorden zullen we even zo afsluiten. Is dit het? Dit is het bijna wel, ja. Gewoon. Heb jij nog gewoon iets wat hier op je hart ligt? Ja, nee, ja. Ik had een heel lang dingetje, maar als dit het is. Heb je zo'n perkament?
Ja. Je had ook gezegd, bereid even wat voor. Goed. De camera is hier, recht voor je. Ja. Dat is de camera. Hey. Ik zou zeggen, vertel maar iets leuks. Nee, zo gaat het natuurlijk. We sluiten hem gewoon af. Sluiten hem af. Heb jij iets leuks te promoten? Of iets waar mensen jou echt gewoon van moeten... weet je wat ze moeten gaan kijken? Wat wel leuk is dat in navolging van de nieuwe stadsdichter en stadsschilder in Utrecht hebben we nu ook een stadscomedian. En drie keer raden wie dat is. Henk van Bos... Oh, nee. Ja, zeg een leuk grapje. Ga niet herhalen, maar het is een leuk grapje. Dus dat is leuk nieuws. En Daniel Daai is natuurlijk leuk. Ja. En ik weet niet of... had je gehoord, Utrecht nu ook een comedy club? Nee, vertel. Comedyhuis, ga door. Bam, bam. Dinsdag, vrijdag, zaterdag. Elke week, die dagen. Ja. En dan is het lekker gewoon... Is een show, ja. Nou, te gek. Hey, Patrick Meijer. Ik vind het een eer dat je even langsgekomen bent. Ik vind jou een geweldige kerel. Ja, dankjewel. Dit is de Mango Show.